even dat ene puntje leeggemaakt met die drie kikkertjes. Maar die moet ik even weer vrij laten. Ja, ik mag hier wel het terrein op lopen, maar ik kan het ook wel hier in voor de deur neerzetten. Komen ze er ook wel, mijn kikkertjes? Drie kikkertjes waren het. Echt. En drie, alle drie verschillend. Ik zal eens kijken of ze kan pakken. Dat die anderen er niet vandoor gaan. Och jongens, wat druk te maken. Ik voel het. Ik hoop dat die één minuutje blijft zitten. Oh, ik krijg hem niet te pakken. Godsamme. Oh, eentje die komt al vrijwillig omhoog. Kijk, daar gaat hij. Ik zal hem even op mijn hand zetten. Kijk, dat is een boskikkertje of zo. Mooi hè? Joehoe. Kijk jongen, zet je even hierop. Kunnen ze nog even naar je kijken. Dat is een boskikker. Hebben we nog een... Ik weet niet wat het is. Oh, dat is een groene agressieve. Alleen hij zit er al een tijdje in, denk ik. En dan worden ze een beetje bruin. God, jongen. Die kunnen goed kijken. Dat is altijd een mooie kikker. Oh. Kijk. Dat zijn in mijn hele grote bek. Die worden heel groot en groen. En als ze heel groot en groen zijn, hup. En kijk hier. Is er eentje die is nog groen. Volgens mij precies dezelfde. Ik zal hem even pakken. Ja, die zitten nog niet zo lang. Echt een schutkleur hebben ze. Oh, een schutkleur. Nou jongens, pas alsjeblieft op voor onze regering. Want volgens hun zijn jullie maar dingetjes. En dingetjes tellen niet, hè. Nee, die hebben geen rechten. Nee, dingetjes tellen niet. Kiloprijs heb je. Hoogstens, meer niet. Dus. Oh, daar gaat hij. Nou. En waarom doen ze dat? Omdat ze een god dienen en die heet maat. En maat, ja, die heeft maar een bepaalde manier van naar dingen kijken. In de maat, uit de maat. En maatregelen, hè? Dat is ook heel belangrijk. Zonder maat, nou, hè? Kun je geen maatstaven, geen maatbekers, maatschappelijk werken, maatjes, maatenaaierij. Dus de hele mikmak van god maat, ja, daar leven we in. En dat telt alleen maar voor de mensen, hè? Voor hunzelf telt dat niet, maat. Dat is een besturingssysteem van de Egyptenaren, maat. Daar kun je alles mee besturen. Hè? Nou, leuk is dat. Dus daar zitten we onder. Ze nemen ons de maat. Hè? Nou, dus. En daarom zijn de dieren ook niks waard. Want maat kent alleen maar getalletjes en cijfertjes. En kilo's en dat soort dingen. Dat is de maat. Maar Krishna... is de schepper van het leven, de gever van het leven, de baas van het leven, de koning van deze wereld. Ja, en daar hebben ze een hekel aan. Want maat is een vorm van satanisme. Ga daar maar vanuit. En Krishna, Christus, het leven, ja, die is vredelievend. En nou, die twee staan tegenover elkaar. De vernietigers tegen de behouders. Want je moet het eigenlijk behouden, hè, wat je hebt... En hun zeggen, nee hoor, maak maar stuk, maakt niet uit, geef ons nieuw. Een beetje soja, een beetje mais, komt alles goed, jongen. Nou, ik zit volgens mij alweer in mijn babbelbox. Terwijl ik eigenlijk alleen met de hond wil wandelen. Zo zie je maar weer, dat drie kikkertjes wat die te weg kunnen brengen. En, kijk eens eventjes, mijn vriend, hup, daar staat hij. Ready to rumble, hè Ben? Nou, ben je toch een mooie hond. Super, jongen. Ik ben echt trots dat je naast me loopt, jongen. Ja, nou, ik weet het ook allemaal niet meer. Kijk, mais is er weer af. En de ellende begint weer van voren af aan straks. Een beetje glyfosaat, neonicotines. Een hele berg met stront. Die gaat zeker een, nou, 30 centimeter. Pure varkensgier gaat er gewoon in. Zetten ze daar zo'n container neer. Komen ze met van die slurven. Nou, en dan drijft het gewoon helemaal erop. Nou, dan komt daarna zo'n ploegertje en die ploegt het nog even snel door. Nou, dan zit je drie dagen met je raam dicht, want je kunt het niet harden. En dan al die stront over de weg zo, jup. En dan moet jij dan doorheen wandelen. En dan loop je dan je keten in. Dat is levensgevaarlijk. Maar ja, daar hoor je er dan niet over. Dus, nou, ik weet het ook helemaal niet meer. Nou, dat was hem alweer. En stop de leugen van de kou, hè. God, wat een ellende voor de beestje. Straks heeft hij helemaal geen nestplekken meer. Alleen door een paar van die, die globalistjes, nou, met z'n listjes. Doei. Nou, dat was hem alweer, want dan blijf ik doorgaan. Doei.